We hebben het in deze horizontaal over politiek, over sport, iets doen voor je medemens middels sport. Maar het kan niet missen, aan tafel zit Menno Koch en dat moet over sport gaan. Je hebt je PSV-shirt al aan, de voetbal ligt op tafel. Menno, welkom. Jij speelt in jong PSV en je bent 18 jaar en je wacht op een plekje in het eerste van PSV. Ja. Hoe spannend is dat wachten? Ja, het is eigenlijk heel spannend. Je weet nooit, het kan zijn dat het volgende week is, het kan zijn dat het pas over een aantal jaar is. Het is heel onverwacht, dus je weet niet precies wanneer het gebeurt, maar je moet wel klaar zijn eigenlijk. Ja. Jij bent verdediger. Dus, ja. Hoe zit dat nou precies met die verdedigers in het eerste? Want als die eentje weggaat, dan vragen ze jou waarschijnlijk. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, verdedigers natuurlijk wel, dat vraagt wat meer ervaring en wat meer inzicht en zo. Ik bedoel, jongere spelers, aanvallers zijn vaak wat makkelijker om door te breken als verdedigers, want dan vragen ze toch iets meer ervaring van. Ja. En daardoor zie je ook vaak dat de verdedigers die doorbreken vaak al iets ouder zijn als meeste aanvallers zijn. Maar in principe als, er zijn al vier jongens voor mij in het eerste. En als er eentje weg zou vallen, dan zou het goed kunnen dat ik word doorgeschoven. Ja, dat is spannend. Ja. Ja. Je was 11 toen je gescout werd door PSV. Een jaar later kwam je bij PSV. Hoe verlopen die jonge jaren van jou sindsdien? Ja, het is een heel ander leven als de gemiddelde jongen eigenlijk van mijn leeftijd dan. Ja. Want bij mij is het toch een heel groot deel van mijn leven is voetbal. Ja. En daar leef ik dus ook heel veel naar, ook qua school. Ik bedoel, mijn school was keuze naar, omdat ik dat beter kon combineren met voetbal. Ja. In mijn sociaal leven heb ik ook wat drukker met voetbal als normale. Maar ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk contact hier met jongens uit Hezen te houden. Ja. Dus dat was wel belangrijk voor mij, maar... het is eigenlijk een heel ander leventje als de gemiddelde jongen. Ja, je hebt sowieso een heel bijzonder leven, want je voetbalt op een heel hoog niveau. Maar je zit ook op de universiteit. En dat is volgens mij een vrij ongebruikelijke combinatie voor voetballers. Ja, er zijn niet veel jongens die dat doen. Nee, klopt. Ook nog een hele moeilijke studie. Een Engelse variant van bedrijfseconomie. Ja. Hoe combineer je dat? Ja, ik ben nu pas net 3 weken bezig, dus het is nog een beetje aan het uitzoeken. Maar ja, in principe is het gewoon mogelijk, want het is, je moet gewoon een beetje discipline hebben om op de juiste momenten je boek in te duiken. En ja, eigenlijk heb je als voetballer heb je ook heel veel vrije tijd eigenlijk. Dus als je die vrije tijd dan gewoon goed benut door af en toe dan te gaan leren of naar colleges te gaan, dan is het geen vrije tijd meer. Ja, maar je moet natuurlijk wel de balans vinden tussen rust en school en voetbal. Maar in principe is het gewoon mogelijk, want er zijn genoeg mensen die het ook hebben gedaan. Dus, ben jij een rustige jongen uit Hezen en dan kom je bij die jet-set voetballers terecht. Hè? Met dure horloges, superauto's. Past dat een beetje? Hebben zij de verhalen die jij hebt? Ja, het is wel even wennen. Ik bedoel, het is in één keer wel een stap hoger en zo. Ook qua wat je al zei met kleding en geld en zo is gewoon in één keer veel meer. Ja. En daar kan je ook wel een beetje van schrikken. Maar ik denk dat ook vanuit mijn ouders, die hebben mij gewoon zo opgevoed dat ik gewoon lekker mezelf blijf. En niet te veel invloed van slechte dingen tenminste opvat. Ja. En het is natuurlijk wel een beetje... Dat je een beetje verbaasd bent van hoe het allemaal is. Maar in principe denk ik ook gewoon mezelf blijven en niet gek gaan doen of zo. Ben je wel eens verbaasd over wat je hebt gezien daar? Want je hebt ook met het eerste meegetraind bij de top. Ben je nou wel eens verbaasd wat je tegenkomt of overweldigd? Zeker. Ja, zeker. Ik bedoel, kan je een voorbeeld geven? Ik bedoel, als je kijkt wat voor spelers je al speelt. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld, ik heb getraind met jongens als Van Bommel en zo. Nou, die hebben al een hele carrière achter zich. En dan, op de training denk je daar niet aan. Maar als bijvoorbeeld een jongen, die vriend van mij of zo, die zou echt denken van, wow, je hebt gewoon met hem getraind of zo. Dus zulke dingen zijn eigenlijk gewoon heel bijzonder. Maar voor mij is het misschien wat normaler, omdat ik wat dichter in de buurt ben daar. Maar het is toch eigenlijk wel heel bijzonder, zulke momenten. Hoe ziet nou jouw toekomst eruit? Het is natuurlijk een beetje onzeker bij PSV. Ja. Maar hoe belangrijk is voetbal in jouw leven in de toekomst? Ja, heel belangrijk. Ik wil er eigenlijk gewoon mijn job van maken. En ik heb wel voor de beide hand. Daarom heb ik ook, studeer ik nog in Tilburg. Mm-hmm. Maar in principe is wel voetbal nummer 1. Dus als het daarmee lukt, dan ga ik daar ook voor. Ja.
En ja, natuurlijk is het moeilijk om te zeggen wanneer het nou echt, dat ik echt doorbreek of dat het nu is of pas over een paar jaar, dat kan ik nou niet zeggen. Nee. Maar ik hoop zo snel mogelijk aan te haken. En, ja. Lig je daar wel eens wakker van? Dat je denkt van wanneer bellen ze nou een keer? Of ik hoop dat er eentje verkocht wordt of zijn been breekt. Nou, echt wakker liggen niet. Maar ik heb wel vaak ja, dat ik gewoon denk van bijvoorbeeld ook in die transferperiode. Dan zit je toch zo met zijn halve oog te kijken naar de transfer. Of er dan misschien nog iemand weggaat of je dan nog kan doorgeschoven worden. Ja. Maar ja, op het einde moment is dat dan toch niet. Dan moet je dus weer laten zien bij je jong PSV dat jij gewoon beter bent als een van die andere vier. Ja. En stel je voor dat morgen een club uit het buitenland belt. Ja. En die willen jouw contract afkopen. Maar je studeert hier nog. Wat doe je dan? Je bent een topclub. Ja, ik denk dat ik momenteel zou ik het liefst gewoon in Nederland blijven. Ik wil eigenlijk het liefst proberen om bij PSV door te breken. Ja. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan perspectief bij PSV. Ik bedoel, als ze laten merken dat ik eigenlijk vrijwel geen kans meer krijg om bij het eerste te komen, dan zou ik wel eerder de neiging hebben om toch mee te gaan naar die club. Ja, ja, ja. Maar momenteel zou ik daar echt niet in. Zou ik eigenlijk gewoon bijna niet eens aan denken. Gewoon in hezen, hopen op het eerste. Ja. Hard voetballen, hard studeren. Ja, oké. Okay. Menno, heel erg bedankt. Ik wens je heel veel succes met je carrière en met je studie. Ja, en we treffen elkaar hier vast weer een keer als je doorgebroken bent. Dan, zeker. Hè? Succes. Ja.